Hoi, ik ben Franke, schrijfster van dit boek. Ik denk dat ik het wel kan. Boordevol tips om het eerste jaar moederschap te overleven. Ik geef vandaag 5 tips hoe je dat doet. In de eerste plaats, volg je gevoel. Iedere moeder heeft vanaf het moment dat ze zwanger is, moederintuïtie. Misschien voel je hem niet meteen aan, maar heb je een onderbuikgevoel? Voel je iets in je hart? Denk je iets in je hoofd? Doe dat. Ook al gaat het tegen de stroom in, want dat is altijd juist. Nummer 2. Slaap wanneer je kan slapen. Het is echt een cliché, slaap wanneer de baby slaapt. Maar ik zeg, slaap gewoon wanneer je kan. Of dat nou tijdens een vergadering is, een Zoom-sessie, slaap bij. Eerste jaar is killing qua slaapgebrek, dus slaap gewoon wanneer je kan. Nummer 3, zorg goed voor jezelf. Al is het maar 3 minuten per dag, de zorg voor je baby is erg intensief en veel moeders vergeten zichzelf. Doe dat jezelf niet aan, want als jij geen energie hebt, kun je ook niet goed voor je baby zorgen. Zorg goed voor jezelf. Nummer 4. Verdeel de taken opnieuw in huis. Kijk met je man, vriend, geliefde, partner hoe jullie de taken hebben verdeeld en kijk of jullie het anders kunnen doen. Want een baby van 50 centimeter ziet er heel klein uit, maar zorg dat er enorm veel taken bij komen. Kijk hoe je die opnieuw kunt verdelen. Alles wat je niet leuk vindt, uitbesteden. Komt over 20 jaar wel weer. Nummer 5. Ga niet de hele dag op je mobieltje zitten turen. Het is heel makkelijk met je babytje in je arm om lekker te gaan lopen scrollen, informatie op te zoeken hoe je iets moet doen, de hele dag op Instagram te kijken naar al die fantastische moeders die zoveel leuker, mooier, knapper zijn dan jij. Doe het jezelf niet aan. Drink gewoon lekker een kopje thee en rust uit. Dit waren mijn tips. In mijn boek vind je er nog heel veel meer. Nu te koop bij Scheltema. Ik weet zeker dat je het kan.